De première van de film Op de River, die gisteravond werd vertoond in TBL Cinema's, was een groot succes. De aanwezigen waren diep onder de indruk, omdat het verhaal voor velen herkenbaar was. Op de River vertelt het aangrijpende verhaal van kleinzoon Roy en zijn opa Benjamin, die door de prachtige natuur van Suriname op zoek gaan naar opa's verloren broer Hugo. De film benadrukt de Surinaamse cultuur en talenten binnen de filmsector, met hoofdrollen voor Borger Breeveld en Juan Groenewoud. 95% van de mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze film is Surinaams. Regisseur Leon de Levita zei dat dit een bewuste keus was. Nou, toen ik hier 2 jaar geleden kwam voor de productie Lewin, ontmoette ik een hele grote groep getalenteerde filmmakers. Het leek mij gewoon heel erg leuk om met hun dan iets moois te maken wat over Suriname ging, met Surinamers. Maar vooral waarin het land zo mooi mogelijk naar voren kwam. Veel films in Suriname of over Suriname zijn of grappig of maken een grapje van Suriname en ik wou iets serieus maken. En dat kan alleen als je met heel veel Surinamers werkt en daar ben ik ook heel trots op, heel blij mee. Op de River is een co-productie van Black Bee Productions, The Backlot, Stichting Alzheimer Nederland en New Ams Films Company. Deze filmproductie draait vooral om Alzheimer. Juan Groenewoud, die de rol van Roy speelt, vertelt dat hij zich volledig kon inleven in zijn rol als een begripvolle kleinzoon voor zijn opa die aan Alzheimer leed. Henna Draaibaar, directeur van The Backlot, benadrukt dat deze film voor velen herkenbaar zal zijn. Ik was Juan, maar ik heette eigenlijk Roy. Want in het echt, hoe ik nu met u praat, zou ik het eigenlijk ook doen. Ik zou grapjes met ze maken. Ik zou niet moe worden van hoe hij vergeetachtig was. Het is iets dat vanzelf komt. Dus je kan het niet tegenhouden van hij blijft daar. Ik mag niet vergeten. Dus als het komt, dan moet je er mee om leren gaan. Ik zie in mijn omgeving vrienden, hun ouders, die door deze periode heen gaan. En ja, het was gewoon herkenbaar. Je kent mensen. Die Borger vertegenwoordigt deze mensen in de film. En het onderwerp, de acteurs, de omgeving, het verhaal. Ja, het is gewoon hartverwarmend. De film is tot stand gekomen door financiering van verschillende partijen. Lokaal en internationaal. De film is beschikbaar op Prime Video in Suriname als de eerste Surinaamse Prime Original.